De samenleving moet haar levensstijl aanpassen in deze tijd van klimaatsverandering. Dit zei minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking eerder deze week op de laatst gehouden persconferentie. De bewindsman vindt dat de natuurlijke hulpbronnen goed moeten worden gebruikt in deze tijd van een energiecrisis. Als we daar zuinig mee omgaan, kunnen we er langer gebruik van maken. Als we dat blijven verspillen, dan gaat dat natuurlijk problemen veroorzaken op een bepaald moment wanneer het op is. En we moeten ook kijken of we onze levensstijl niet een beetje kunnen aanpassen door niet altijd die auto te nemen, maar ook een beetje te gaan lopen. Of misschien samen met anderen naar het werk te gaan. Al dat soort dingen moeten geprobeerd worden nu. Het gaat vereisen dat we ons aanpassen aan die nieuwe omstandigheden. Volgens de bewindsman bekijken de autoriteiten mogelijkheden om zonne-energieparken aan te leggen. De aanleg van deze parken zouden binnen een jaar gerealiseerd kunnen worden. Dit zou vooral extra energie kunnen leveren voor de gemeenschap, meent Ramdien.